Mevrouw Hussein, die niet herkenbaar in beeld wil, en haar 10 jaar oude dochter wonen in een klein appartement. Ze slapen met z'n tweeën in één bed. Daarom waren ze zo blij dat ze een nieuwe, grotere woning in een kinderrijke wijk hadden gevonden. Maar de pret duurde niet lang. Ik waarschuw voor Francine, die hier aan de Vogelkerst woont, op nummer 33. Ze probeert jou uit straat te krijgen, omdat zij Nederlanders terug willen hebben in straat. Hou Francine in de gaten, want ze vindt het leuk om te roddelen. Ik ben doodgeschrokken van die brief. Ik heb echt een grote angst om te verhuizen, daar te wonen. Maar Francine, die in de brief genoemd wordt, zegt dat ze helemaal niets tegen de familie Hussein heeft. Nee, absoluut niet, want ik discrimineer nooit. En ik heb zoiets, iedereen is gewoon zoals hij is. En daar blijf ik gewoon bij. Dus, en welkom in de Nieuwe Straat. En welkom in de Nieuwe Straat, absoluut. Ze denkt te weten wie de brievenschrijver is en dat hij het op haarzelf en dus niet op het Somalische gezin heeft gemunt. Francine heeft al een jarenlange vete met hem. Maar voor mevrouw Hussein maakt dat allemaal niets uit. Het nieuwe huis in Best blijft leeg. Dus nu op zoek naar iets anders? Ja. Ja.